varkenshaas met kriekenbiersaus. Laat 350 gram kersen uitlekken en vang het siroop op. Snipper 1 sjalot. Verhit 25 gram boter in een steelpan. En fruit de sjalot 3 minuten. Voeg 25 gram bloem toe en laat alroerend in 5 minuten op laag vuur garen. Voeg alroerend met een garde 3 takjes tijm, 250 ml kersenbier, de helft van de kersen en alle siroop uit het potje toe aan de roe. Laat op laag vuur 10 minuten inkoken. Bestrooi ondertussen 500 gram varkenshaas met peper en zout. Verhit 25 gram boter in een koekenpan en bak het vlees op hoog vuur in 2 minuten rondom bruin. Zet het vuur laag en bak de varkenshaas in nog eens 10 minuten rosé. Keer regelmatig. Haal het vlees uit de pan en laat, afgedekt met aluminiumfolie, 5 minuten rusten op een bord. Schenk ondertussen de saus door een bolzeef. En breng weer aan de kook. Neem de saus van het vuur. Meng 25 gram boter, de rest van de kersen en 3 eetlepels ahornsiroop erdoor. En breng op smaak met peper en eventueel zout. Snijd de varkenshaas in plakken van 1 cm dik. En schep de saus erover. Zo maak je varkenshaas met kriekenbiersaus.